Het is vandaag maandag, de dag na de SAP Cup, dus dat betekent 14 december. Oh, wat een weekend. Ik voel me hartstikke gaar. Lijkt alsof er een vrachtwagen over me heen net gereden en terug. Want ik heb gigantische spierpijn overal. En eigenlijk kan ik ook mijn lach bijna niet van mijn gezicht krijgen, want ik ben super trots op mezelf. Want ik heb een verbeterde versie van mij laten zien en dat was eigenlijk mijn doelstelling. En ja, dat daar nu zeg maar een tweede plek is bijgekomen, dat is super tof. Dus ik ben tweede geworden bij de body fitness klasse 1. En ook heeft een vriendin van mij een hele grote letter gemaakt. Chocolade van mijn bedrijfje. En dan heb ik allemaal leuke goodies gekregen van klantjes van de Marley's Angels. En heeft Body Engineers ook nog een legging en een topje gesponsord. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En ook nog lekkere apenkoppen. Een van mijn favoriete snoepjes. En dan vraag je natuurlijk af, hoe voelde je je? Ja, dus eigenlijk keigoed. En ik ben eigenlijk heel erg tevreden met een tweede plek. Het was denk ik best wel close of dat ik eerste of tweede zou worden. Het ligt eraan wat de jury natuurlijk wil zien. Want degene die eerste is geworden, die was natuurlijk een stukje droger nog als ik. En iets harder. En dan was ik... Ja, ik was ook natuurlijk best wel droog. Alleen niet extreem hard. Maar dat vind ik zelf ook wel minder mooi. Want het moet natuurlijk ook allemaal vrouwelijk blijven. Want het is een body fitness klasse. Niet dat de innummer 1 niet vrouwelijk is, maar toch. Kei goed. Kei blij. En wat heb ik natuurlijk allemaal voor lekkers gehad, vraag je je af. Toen ik van het podium afkom, heb ik eigenlijk een colaatje light gedronken. Want ik had echt best wel heel erg dorst. En
Het drinken was dus eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen. Verder heb ik van de Yamin van die chocolade dingen. Maar van spekjes van binnen, want ik ben echt spekjes fan. En even kijken. Poptarts heb ik op. En Tim had een appeltaart gebakken. En ik een stuk appeltaart nog op. En een gewone appel. Want ik heb ook gewoon echt heel veel zin in fruit. En gewoon normale dingen. En wat apenkopjes. Even kijken. Oh, en van Body Lab had ik die Eat Clean Bar. Strawberry. En white chocolate volgens mij. Dat was ook wel erg lekker. En, maar ja, eigenlijk alles smaakt goed. Want ja, je hebt het allemaal al een tijd niet gehad. En thuis hebben we ook nog even een rode wijntje gedronken. En dat doet altijd wel goed voor het slapen. Want ik was echt kapot. Vannacht nog een paar keer wakker geworden om even een glaasje water te drinken. Maar ik was gisteren ja, rond een uur of 12 thuis. Ja, voordat ik in bed lag was het 1:30, 2:00. En ik had dus nog geen zin om de spray van mijn lijf af te spoelen. Dus ik heb nog steeds de spray en op zoals je ziet. Ik ben nog steeds een negerin. Of het nou zo overkomt, maar je ziet het wel natuurlijk een beetje. Dus, maar nu eerst ontbijten. Ik ga denk ik ontbijten met banaan uit de diepvries, want dat vind ik natuurlijk het lekkerste. In de blender met wat whey en ik denk Bombix of havermout. En daar ga ik zeg maar een beetje water bij doen. Zodat het zo'n dikke, grote, lekkere pap wordt. Ja, zelfs mijn handen zitten ook nog helemaal onder de spreten. Dan zie je ook een beetje het kleurverschil. Maar ja, dat ga ik als eerste eten. Dan ga ik douchen en daarna ga ik weer even wat eten en drinken. Maar wat en zo, dat weet ik allemaal nog niet. En morgen ga ik in ieder geval ook met mijn broer even winkelen. En dan gaan we ergens lunchen. En daarna ga ik met Pim lekker uit eten bij Arigato en Waalre, dus sushi. Daar heb ik ook heel veel zin in. En wat staat er nog meer op de planning? Zaterdag gaan we naar Oberhausen. Onder andere lekker naar Dunkin' Donuts. En ja, in ieder geval lekker eten en drinken. Maar ik ga wel ook veel gezonde eten en drinken naar binnen proppen. Want ja, die laatste dagen heb je natuurlijk heel veel geladen met rijst en vis en vlees. Maar er zitten weinig vitamines en mineralen in. Ja, je hebt natuurlijk wel je supplementen, maar bijvoorbeeld niet geen groenten en fruit. Ja, dat is wel even iets wat ik echt gemist heb. Vooral de laatste week heb ik alleen maar veel groentes gegeten als koolhydratbron. Dus ja, ik mis gewoon ook gewoon mijn groenten. Dus ja, yeah, that's it. Ja, daar was het voor vandaag. Ik ga straks ook nog even naar bakkerij Bekkers in Veghel, want die gaan ons sponsoren voor het Fit Friends event, waar overigens bijna vol zit volgens mij nog maar 9 plekjes of zo. En die gaan allemaal broodjes verzorgen voor die dag, dus dat is ook kei leuk als we dan lekker klaar zijn met paaldansen en met boksen en met krachttraining, dan kunnen mensen ook lekker nog broodjes serveren. Dus bij deze bakkerij Bakkers, bedankt. Want daar vind ik super tof en kei blij mee. En even kijken, daarna ga ik door naar Erp, want dan moet ik nog even lesgeven. Ik geef onder andere ook bedrijfsfitness bij Van den Bosch Transport. Dus dat moet ik vandaag ook nog doen. En ik ben super benieuwd naar de foto's. En ook nog de foto's van die ik vrijdag heb gemaakt met Jeroen. Want ja, dat is best wel een bijzondere serie geworden. En ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik heb natuurlijk foto's weer gemaakt met mijn competitie bikini. En in lingerie. Maar ook foto's waar ik helemaal niks aan heb. Ja, het is echt helemaal niks bedoel ik dan. En dan ja, ik dacht eerst van, zal ik dat wel doen? Maar ik hou van kunstzinnige foto's. Dus iets waar je wel de spieren zeg maar op ziet. Maar je mag verder, het mag absoluut niet ordinair zijn of wat dan ook. Dus
Dat was best wel een uitdaging. En bij bodybuilding.com hebben ze zo'n hele serie in zwart-wit. Met dat soort foto's. En daar had ik Jeroen geappt van, gaan we dat doen? Want dat vind ik wel echt, echt tof. En toen heeft hij gezegd van, ja, als jij dat wil en je voelt je daarbij op je gemak, dan doen we dat gewoon. En dan zien we wel waar het schip strandt. Dus ja, ik heb het eigenlijk aan Jeroen gevraagd en niet andersom. En ja, daar ben ik echt... Ik heb het al natuurlijk op het scherm gezien en dat was echt super gaaf. En ik moet ook zeggen, nu als ik in de spiegel kijk, dat ik mezelf gewoon bijna niet herken. Gewoon dat ik denk van, joh, oh, ben ik dat? Oh, dat is wel echt gaaf. Oh, dat ik er zo uitzie, dat had ik echt nooit verwacht. Dus, maar ja, nu eerst eten en dan knal ik dadelijk ook deze vlog online, zodat jullie ook weten hoe het is, zeg maar, na zo'n wedstrijd. En ik blijf jullie gewoon meenemen naar mijn reis. Wat er nu op de planning staat voor een volgende wedstrijd, weet ik nog niet precies. Eerst lekker december genieten. In januari ga ik samen met Pim samenwonen. Dus ja, eindelijk na 6,5 jaar een relatie te hebben, gaan we eindelijk samenwonen. En daar ben ik super blij mee. En, ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Ik heb ook al super veel meubels en een gigantische uitzet. Dus ik ben er ook wel klaar voor om het ouderlijke huis te verlaten. En ja, dus eerst samenwonen en het Frits Friends event. En dan zien we wel weer verder. Het foto's terugkijken en bekijken wat mijn verbeterpunten zijn qua shape. En dan zien we het wel weer. Dus wie weet, like de video. Blijf me volgen. Ook op social media, dus ook op Instagram. Apenstaartje Marie Nooijen. En wie weet tot in de toekomst. Adios.